Donderdagmiddag omstreeks 00:30 werd er een anonieme bommelding gedaan bij de vestiging van Opmaat aan de Damte in Hoorn. Het evacuatieplan werd in werking gesteld en zo'n 150 medewerkers werden verzocht pand te verlaten. Een van die medewerkers was René Lakeman. Wat was er precies aan de hand? Nou, we zaten in de kantine, Leo, en rond 12:45 kwam een van de voorvrouwen met een BHV-jas aan. En die zegt, jullie moeten allemaal het pand uit, want we wisten niet wat er los was. En later hoorden we dus dat er een anonieme bommelding was. Maar voor de rest kan ik er weinig over zeggen. Maar ik begreep wel dat het nu weer alles in orde is. Dus, ja. Inmiddels is het allemaal vrijgegeven, gaat iedereen het pand weer in. Het bleek ook te gaan om een anonieme bommelding. Was dat in eerste instantie ook bekendgemaakt dat jullie het pand moesten verlaten? Nee, we hoorden niks. En er werd alleen verzocht om het pand te verlaten. Maar wat de oorzaak was, dat wisten we niet. Dus. Nee. Voelde je wel nattigheid? Ik had geen flauw idee, want we doen wel eens meer een brandweeroefening. Maar ja, dan moet je meestal holder de bolder naar buiten. En nu hadden we gewoon alle tijd om onze jassen aan te trekken en de spullen mee te nemen. Dus het loopt met een sisser af. Het loopt met de sisser af, ja, zeker. Na ongeveer een uur werd het pand weer veilig gegeven en konden de medewerkers van Opmaat weer aan de slag. Het evacuatieplan had goed gefunctioneerd en ook het treinverkeer wat langs de Damte in Hoorn reed, behoefde niet stilgelegd te worden.